Helaas is er nu nog geen tijd voor iets, man. Sorry. Paar ruggen in de week. Mensen, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we. Het is eindelijk zover. Jullie hebben er ongelooflijk vaak om gevraagd. Het is een beetje dat ik dacht van, nou, dit is wel vaak. Dat ik dacht van, nou, dit vind ik wel vaak. Maar vandaag ga ik met jullie praten en ga ik even wat laten weten. Zoals jullie weten, heb ik een tijdje geleden een video gemaakt waarin ik het had over Brent. Brent maakt muziek. Of dat doet hij hartstikke goed. Hij heeft hartstikke veel views, haalt hij hartstikke veel streams. Helemaal goed. Dat ik gezegd, luister, als er 40.000 likes staat op deze video, dan ga ik een nummer maken met Brent. Want ik had daarvoor al een keer met hem over gehad. En toen zei hij van, ja, doen we, is goed. Maar nou denk ik dat hij na die video heeft gedacht van, weet je wat, ik heb toch niet zoveel zin om met Koen samen te werken. Waar ik nou helemaal niks op begrijp. Ze zijn leeg en je hebt geen cent. Ja, dit is niks. Ik ben een ongelooflijk vriendelijke jongen. Ik heb best met iedereen voor. Dus ik snap daar helemaal niks van. Vind je deze video zo leuk? Doe dan zeker een duimpje op deze video. En abonneer op mijn kanaal. Abonneer nou! Vandaag wil ik er 2000 abonnees bij. Het is de vorige keer ook gelukt, dus waarom vandaag niet? We staan nu op 366.000 of zo. Dus dat is lekker. Dat is lekker, mensen. Dat is echt lekker. Maar wat het is, Brent zei tegen mij van, luister Koen, ik heb het druk. Het is nu even niks. Dus ik ga straks nog een keer vragen. Maar eerst gaan we even naar iets anders kijken. Hij heeft namelijk een interview gegeven. En ik ga nog één keer even reageren op Brent. Want hierna ga ik natuurlijk met hem de stuur in. Of niet. Maar in ieder geval, dan is het ook wel klaar. Is wel mooi geweest met de Brent. Grappen met leuk. Maar hij heeft een interview gegeven. En ik dacht van, hier moet ik even op reageren. Dus like deze video, abonneer. Laten we maar gaan kijken naar het interview met Brent. Ik heb er zin in. Voor de first time. Deze video is op het kanaal van Fleur. Leuk, Fleur. Even de reacties. Hij is gewoon uit de hand gelopen meme door Koentje DNP. Dit is dus echt oneerlijk. Jullie zeggen uit de hand gelopen door Koentje DNP. Hallo, ik heb hier niks mee te maken. Ik heb hier helemaal niks mee te maken. Wel eens Jaak kwam online. Toen waren jullie allemaal van, dit is Koen, dit is Koen. En toen heb ik er daarna even op gereageerd. Maar als ik niet getagd was, had ik er niks mee te maken gehad. Dus ik, Lil69Pump, moet even je bek houden. Hij heeft een mail omdat hij geen emotie wil tonen. Rari featuring Brand Droomnummer. Wat een algaat pleuris ventje is echt. Dat is ook niet aardig. Sinds wanneer Koen interviews. Hij vindt zichzelf echt fantastisch. Kan iemand hem helpen? Hij heeft veel jeuk aan zijn neus. Kan beter terug. De bank zit dus. Ah, kut zo. A few moments later. Sorry mensen, moet je even het zwembad uitdoen. Ik maak een zwembad in de tuin, die ik zelf betaald heb gedaan. Goed! Yo, ik ben Fleur en... Ik denk waar hij zo. Want ik ongelooflijk. Nee. Waarom zit hij. Trouwens, ik zit even te kijken. Dit is wel goed hoor. Kijk even. Hij popt die champagne. Daar staat hij hoor. Lekker hoor. Een donnetje volgens mij. Belvedere, goed hoor. Maar die zonnebril had niet gehoeven, denk ik. De zon schijnt daar niet. Als het goed is, misschien zijn de lampen heel fel. Maar oké. Vandaag ben ik met. Brent. En is dat ook jouw echte naam? Dat is mijn echte naam, ja. En die gebruik je dus ook die als artiest. Die gebruik ik als artiest. Ja. En waar kunnen we hij is tanto zenuwachtig. Ik vind het echt zielig. Jullie kunnen mij kennen van het nummer Balenciaga. Die heb ik 3 weken geleden gereleased. Ik ben op Cartier. Yes! Ik bestel die champagne. Ik zit op YouTube nu op 500.000. Dus echt? 500.000, ja. En Spotify, ik weet niet hoeveel die nu staat. Maar volgens mij ook al richting die kant. Ja. Lekker man, Brent. Hoe is het nummer ontvangen? Ja, ik heb wel in het begin heel veel haat gekregen, ook van ja? Mensen. We hebben gewoon een hele professionele clip afgeleverd, met goed materiaal. Maar bij sommige... Ik zie je te kijken naar iemand die hier al 2,5 minuten aan het praten is en hij heeft nog steeds zijn zonnebril. Waar gaat dit over? Ja, ik merk gewoon dat heel veel mensen inhaken op geld, papa's geld, verwend jochie. Ja, raar. Het is nog niet raar dat mensen dat zeggen. Is dat niet vreemd? Ja, maar kijk, als je nou dat allemaal draagt en je doet er niet zo stoer mee, dat is prima. Want dat gaat ook niemand er wat over zeggen. Ja, misschien een paar. Als je heel stoer gaat open rappen over dat je alleen maar dure merken hebt, terwijl je al die dure merken niet zo goed, is toch logisch dat mensen dan gaan zeggen, hallo, je bent niet cool, je hebt er niet voor gewerkt. Misschien heeft hij er wel kaart voor gewerkt, ik weet niet. Hij is de status van een dealer, hè, als we even heel eerlijk zijn. Ik bedoel, als we kijken naar bijvoorbeeld een Femke Louise. Ja. Iedereen is het in het begin gewoon gaat. Zeker waar. Hey! Het zonnetje is weg. Ja hoor. Met vrienden op vakantie. Zo, dit zijn Braam. Spannende vragen. Fleur, ze heeft dus kaartjes opgeschreven voor de first time. Dat is voor de first time met je vrienden op vakantie. Nou. Ik was de eerste keer dat we op vakantie gingen met vrienden naar Mallorca. Oh, echt? Ja, en dat vind je Fleur leuk. En ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar ik vertel het gewoon. Ja. Zo! En we waren met 4 jongens en eentje is na 2 dagen naar huis gegaan. Wat dan? Ja, die had een vriendin en weet ik veel wat allemaal. Jezus. Dus we bleven... Echt een leuke vriendin heb je dan. Wat heftig. Nou ja. Kijk, weet je, ik ja. Ja, hij popt die champagne. En die vriendin denkt, oh nee, hij is met Brent op vakantie. En Brent popt die champagne, dit moeten we niet hebben. Ja, we waren een weekje met z'n vieren, dus... met Tom to sign. Heb je iets heel geks daarmee gemaakt? Heb je gekke dingen gedaan? Een spelletje in de club met een barvrouw, maar dat was... Hallo! We moesten 5 keer dobbelen, maar na de eerste 2 keer was ik het al vergeten, want toen was alles al... Toen was het al gebeurd. Wat was gebeurd? Ja, toen... Nee, ik volg het even niet, hè? Ik was zo dronken, dus...
vanaf daar heb ik het ook niet meer meegemaakt, zeg maar. Oh. Maar dat was de eerste keer voor mij dat ik echt dronken was. Ik was 16 toen. Ik heb altijd gevoetbald op hoog niveau, dus ik mocht... Oh, kleine flex. Ik heb nooit echt gedronken. Okay. Ja, hoog niveau, maar voor mij was het toen een... ik vond het gewoon leuk, dus ik deed ook alles aan om zeg maar te presteren op dat niveau. Bro, je was gewoon jonger dan 16, dus niet heel raar. Ik ging van een biertje naar een bakootje, van een bakootje naar een shotje. En toen was het, En van een shotje naar... Die champas! Ik merk nu gewoon dat heel veel aanvragen krijgen, ook voor shows en... Zo? En ging je dan ook wel echt naar clubs? Ja, heel vaak. Ja? Ja, ik vind Superclub heel leuk. Ja, 100%, ik zei het al. Dit kan ook niet missen. Air vind ik ook leuk. Jimmy, natuurlijk. Ja, ik was vaak te vinden. Ja, ik was ook heel vaak te vinden Jimmy. Ja. Ik heb je nog nooit gezien. Nou, ik heb jou ook nog nooit gezien. Maar ik stond er 4 dagen in de week, hoor. Volgende vraag, jongen. Spanning en sensatie. For the first time een blauwtje gelopen. Nou? Een blauwtje gelopen. Zo? Ik ga heel eerlijk vertellen, dat heb ik nog nooit gehad. Nee? Nee. Alle meiden worden toch verliefd op hem? Dat heb je toch gezegd? Flirt doen in je research. Ja, je wordt afgewezen of je bent dronken. En... Ja, dat is toch een blauwtje? Ja, vind je dat een blauwtje? Ik vind dat geen blauwtje. Ik vind een blauwtje pas echt een situatie als je echt op het punt bent. Nee. Dat je dan... in de club. Je... Ja, nou, ja. Dit is wel eens gebeurd, ja. Als je het op die manier bekijkt wel, ja. Oh, is niet goed, Brent. Dan probeer je gewoon te flirten met iemand, toch? En dan reageert iemand bijvoorbeeld niet of ze lopen weg. Of, Maar dan ben ik wel iemand die zegt van, oké, weet je, als je wil gaan, dan ga je. Dat is goed, Brent. Dat je niet achteraan gaat en dan verkracht. Ik weet niet wat de andere reactie is, maar oké. Okay. Vraag 3. Spanning is een relatie. Iets gekocht hebben van meer dan 5000 euro. Zo? Ja, zeker. Dat heb ik gedaan. Oh. Ja. En wat dan? Want ik zie dat je heel veel merken. Kun je even kijken naar zo'n horloge? Ik heb een horloge om. Die is wel iets meer dan 5000 euro. Rolex, ja. En hoeveel heb je daarvoor betaald, als ik vraag mag? Om en nabij de 10.000. Je bent niet goed, hè? Voor wat 10.000 euro? Ik kan net zo goed een auto kopen. Ja, klopt. Die heb ik ook dus. Oh. Dit vind ik dan wel weer mooi. Dit vind ik dan wel weer lachen, dit. Je gaat dik, hè? Nou, ik hecht er wel veel waarde aan. Ik dat is voor mij gewoon... Niet. Hecht hij er waarde aan? Ja, hoe ziet een avond uit? Een avondje uit eruit. Een avondje uit eruit. Veel champagne. Zeg nou, veel champagne. Veel champas. Veel drank. Champagne. Ja, zeker. Champagne. Als je dan in de superclub komt, hè? Champagne. Wat bestel je dan? Champagne. Dat ligt eraan met hoeveel, met hoeveel mensen we zijn. Maar kom op. Zeker 1000 euro. Aan flessen. Champagne. Nou, dan hoop ik niet dat je elk weekend uitgaat. Dat is wel zo, maar... Ik ga vaak met een mannetje of 3, weet je wel. Dan doen we gewoon 500 misschien, maar als we meer met... Ze zuipen voor 500 weg met z'n drieën? Wat? Dan zuip je flink door, moet ik zeggen. Of je geeft alles weg, dat lijkt mij dan. Als je voor 500 zuipen, hoeveel kost een fles in de club? 150 euro. Dan heb je een fles pp. Tering. Hoe ziet jouw kledingkast eruit dan? Is die groot of klein of hangt er alleen maar designerkleding? Ja, bijna wel. Hoeveel procent? Ik heb wel trainingspakjes en zo, maar... Oh. Brent! Luister jongen, als jij mij nou een bericht stuurt, dan zorg ik er voor jou dat jij een bankzinnig trainingspakje krijgt. Als je me even een appje stuurt van Koen, paas me even zo'n trainingspakje, jongen. Komt jouw kant op. Hoe oud is hij eigenlijk? Hoe oud is hij? 19 denk ik of zo? Hoe oud is Brent? Zou dat op internet staan? Brent, rapper. Hier, leeftijd. 200. Goed. Zal wel 20 zijn dan, denk ik. Hey, ik moet zeggen, Fleur, ik ga jou niet afvallen, want wat jij doet is hartstikke leuk. Maar wat een kut interview. Jezus, kom op nou. Ja, maar ik snap wel dat je ook als Brent hier zit en denkt van, jezus, waar zit ik voor? Gewoon een paar designer dingen, maar... Zoals wat? Zoals D-Squared. Zo? Machino. Ja, maar iedereen zegt dus dat... Oké, we krijgen nu de laatste bal. En de laatste bal zit voor de last time. Dus wanneer je voor het laatst iets hebt gedaan. Oké, komt-ie. Wat spannend. Voor de last time dronken. Ah, wat een fantastisch leuke vraag, Fleur. Jezus. Afgelopen weekend. Zo. Nou, we hadden een klein huisfeestje waar ik opgetreden had. En, zo. Toen waren we daarna in Doetinchem. Toen hebben we gewoon een drankje gebokt. En dat was wel gezellig. Van één drankje kwamen er meer. Nee, één drankje kwamen er meer. Waar zie jij jezelf... Over 5 jaar. Nou? Ziggo Dome. Ja? No. Ja, hier ga ik niet te lang over in, maar over 5 jaar Brent in Ziggo Dome. Jongens, wat ik nu ga doen, ik heb mijn telefoon hier. Dus vandaag dat ik dit opneem is het 21 juli 2020. Ik ga 21 juli 2025 in mijn agenda zetten. Dat is een maandag. Brent Ziggo Dome. Ik ga mijn kaarten boeken alvast voor 21 juli 2025. Brent in de Ziggo Dome, jongens. Ik heb er zin in. Jullie ook hopelijk. We zijn nu met een aantal topproducers bezig. Ook met een EP'tje. Ik ben echt wel benieuwd. Ik ben oprecht benieuwd naar zijn EP. Ik hoop oprecht voor hem ook dat hij niet alleen maar dan gezien wordt als Koen. Vind ik een beetje zielig. Maar kijk, kan natuurlijk maar één favoriete ginger in Nederland zijn. En misschien zien we je wel over 5 jaar in de Ziggo Dome. Toch? Laten we het hopen, ja. Nou, jongens. Nou, we hopen. Misschien zien we jou 5 jaar in de Ziggo Dome. Ik ben er. Of je nou optreedt of niet. Ik heb geen idee wie er optreedt. Maar 21 juli 2025 sta ik in die Carlo Ziggo Dome. Brent, je zorgt er maar voor dat je er bent. Godverdomme. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker dat blauwe duimpje omhoog.
Doe dat zeker. Ik ga Brent toch nog een keertje vragen. Luister, Brent. Weet je nou zeker dat je niet even een nummertje met me wilt opnemen? Ik heb een voice memo. Yo, Koen. Hey bro, ik zeg je eerlijk, het is super druk op het moment. Ik heb echt helaas geen tijd, man. Ik zit veel in de studio met grote producers op dit moment. Dus helaas is er nog geen tijd voor iets, man. Sorry. Paar ruggen in de week.